dat je kijkt naar deze video. In deze video, als vanouds en Action Shoplog. Ja, het is weer eventjes geleden. Nou ja, eventjes geleden, volgens mij een maandje geleden dat ik mijn laatste Action Shoplog volgens mij heb gedaan. En toen gingen de winkels dicht. Nou had ik het geluk dat ik net een nieuwe Bugaboo Donkey had besteld. Dus daar heb ik nu de afgelopen maand iets van laten zien. Mijn video's komen om de week online, dus vandaar een maand. En nu mocht de Action weer open. Vanaf 10 februari kon je gebruik maken op hun site van Click and Collect. En dat heb ik gedaan, want sommige dingen waren weer op. En ik ben zo'n pin, ik haal dat dan alleen maar bij de Action. Ik zeg pin, het is vaak goedkoper dan bij andere winkels. En sommige producten vind ik ook gewoon echt veel fijner van de Action. Nou ja, zoals ik al zei, ik heb dus op de site gekozen voor Click and Collect. Dan kies je de winkel die het dichtst bij jou in de buurt is of waar jij het fijnste winkelt. En dan kun je dus op de site een geselecteerd aantal producten kiezen. Het zijn er best wel wat, maar het is niet het volledige assortiment. Dus je kunt niet alles kiezen. Ga ik straks ook een beetje op terugkomen tussendoor. Maar ja, zoals ik al zei, je kiest het dus. Ik heb het op mijn telefoon besteld. En dan kies je dus wat je wil hebben. En je kunt een dag en een tijd kiezen dat je het op wil gaan halen. En dan staat het dus al klaar in een mooie Action tas voor je. En je pint aan de deur. Je kunt volgens mij met pin en creditcard betalen. Je kunt niet contant betalen aan de deur. Dus ik heb het gepint. En ja, dat was eigenlijk zo geregeld. Het was niet druk. Ik heb het op een zaterdagochtend tussen 9 en 10 opgehaald. En er stonden twee mensen voor me. Dat ging echt heel erg goed. Het is ook best een flinke bestelling. Ik had voor €94,18 besteld. En uiteindelijk is het €90,60 geworden. Omdat ze twee producten niet op voorraad hadden. Want ze gaan dus echt orders pikken uit de winkel. Dus ja, hebben ze een product niet staan wat jij aangevinkt hebt. Ja, dan zit het er gewoon niet bij. Maar dan hoef je het dus ook niet af te rekenen. Dus ja, ik ga gewoon even het eerste pakken wat uit de tas omhoog steekt. Antikrasvilt. Hier heb je dus, dit is al zo'n leuk product om iets over te vertellen. Hier heb je dus diverse varianten van. Wat ze dan hebben gedaan, is dan staat er hoeveel je wilt bestellen. Kun je 1, 2, 3, 4, kun je plussen. En dan heb je een vakje waar je dus nog iets in kunt vullen. En ik had dus gezegd, ja, ik wil graag dus de maat 15 bij 20 in de kleur bruin. En die heb ik dus gehad. Ik denk als ze deze nou niet op voorraad hadden gehad, dat ze dan misschien toch die andere kleur erbij hebben gedaan. Maar dat weet ik dus niet. Ze hadden hem gelukkig liggen, dus... Ja, ik vind deze heel makkelijk. Hier kun je zelf gewoon de grootte afknippen die je nodig hebt. En hij was opgegaan tijdens de lockdown. Dus we hadden weer nieuwe nodig. Antikrasvilt zelfklevend bruin of wit heb je dan 79 cent. Dus ja, dat was ik al, vond ik al fijn dat ik die weer kon bestellen. Die leg ik even aan de kant. Dan... Het sneeuwt nu op het moment. Of het heeft gesneeuwd, moet ik zeggen. Hij ligt er op het moment dat ik dit opneem, ligt het nog. Ik neem dit de zaterdag. Voordat deze video online komt, neem ik dit op. Dus ik hoop dat je maandag nog ligt. Ik had hele leuke dingen voorbij zien komen. Ik volg een groep creatieve gastouders op Facebook. En dat de gastouders dus de sneeuw naar binnen hadden gehaald. En met waterverf aan het verven gingen. De sneeuw aan het kleuren gingen. En ik heb dus gewoon geen waterverf in huis. Dus ik had toch alle producten die ik moest hebben. En ik denk, goh, ik ga nog eens even kijken wat voor leuke dingen er nog meer op staan. Nou, waterverf dus. Dus ik heb hem in huis. Ik hoop dat de sneeuw het nog even volhoudt. Ik vind het wel gezellig. En dan kunnen we volgende week de sneeuw gaan kleuren of verven, maar net hoe je het wil noemen. Waterverf, 12 kleuren in doosje, 89 cent. Dan, dit was ook weer zo'n product dat ik dacht, oh ja, dat is ook handig. Onze hoeslakers van de bedden, die waren aan vervanging toe. Ook echt een week of twee geleden was dat gewoon de gaten dat ik die erin trok. Ik denk, nou,
toch maar weer eens een keer nieuwe halen als de Action open is. En yes, Click & Collect komt. Dus ik ben in de groep textiel, stond die geloof ik onder. Kwam ik ook waterproof pillowcases tegen. Dit zijn dus van die vochtafwerende kussensloop. Waterdichte kussensloop met PU beschermlaag voor optimale hygiëne. Beschermt uw kussen tegen vocht, stof en huismijt. Helpt allergieën te voorkomen, zacht en ademend. En PU-laag zorgt voor een zachte isolerende laag. Zonder dat het knispert. Ja, dat vind ik wel grappig. Want ik had vroeger zo'n anti-huisstofmijthoes. En dat knisperde inderdaad heel erg. Maar deze doen dat dus niet. En die doen wij dus over de kussens heen. Om te voorkomen dat je daar van die vieze bruine vlekken in gaat krijgen. Dit kan makkelijk in de was. Een kussen vaak niet altijd even makkelijk. Ik heb er twee besteld. Want we hebben er nog een paar liggen van de IKEA. Dat zijn ook hele fijne. Maar ik dacht, ik ga deze gewoon eens uitproberen. Kussensloop katoen 60 bij 70 waterdicht. €2,99 per stuk. Dus 2 voor €5,98. Onder het mom van, ik kijk nog even verder bij de knutselspullen. Deze had ik vorig jaar ook al zien liggen. Toen had ik zoiets van, ja, ik kan er nog niet echt een nut voor bedenken. Maar dit zijn verrassingspaaseieren, plastic. En dan kun je dus van alles en nog wat instoppen. Ja, het is voor met de gastkindjes, dacht ik, is het wel heel leuk. Ik weet nog niet of ik ze echt als paaseieren ga verstoppen. Maar ja, we kunnen er spelletjes mee doen. We kunnen ermee knutselen. Dus ja, ik vond het wel heel erg grappig. En dus ook echt gewoon 101 dingen waar je het voor kunt gebruiken. Vind ik ook altijd leuk. Deze waren paasei vulbaar 8 stuks, 7,5 centimeter, 79 cent. En ik vind het grappig dat dit soort producten er dan wel op staan. Maar iets anders niet. Maar ik zeg al, ja, je ziet hier een beetje staan. Ik kom er zo dadelijk nog even op terug. Maar ja, dus wel de paaseitjes kunnen regelen. Dan, foutje van mij, niet goed gekeken. Ik moest luchtkussen en enveloppen hebben. Maar wij pakken altijd de A4 maat, de grote maat. En ik denk dat ik gewoon niet goed gekeken heb op de site. Dit zijn wel luchtkussen enveloppen, maar dit is de maat 20 bij 27,5. Zitten er wel gewoon 5 in, net als met die grote. Maar ja, ik heb dus gewoon de verkeerde maat gepakt. Maar goed, hier hebben we ook echt nog wel dat we ze kunnen gebruiken. Office Essentials luchtkussen enveloppen. 20 bij 27,5 had ik al gezegd, 89 cent. En dat vind ik dan grappig. Die kun je dan wel vinden op de site. En ik had bijvoorbeeld tabbladen nodig voor mijn administratie. Kun je dan weer niet bestellen. Vind ik dan weer jammer. Maar goed, komt allemaal wel. Is niet essentieel. Kan wachten. Niet dat hier überhaupt echt... Nou ja, mijn dwelbal was wel essentieel. Want die is al even stuk. Maar ik vind het gewoon heel fijn dat ik weer kan bestellen. Sorry trouwens overigens met de zon. Want ik zie elke keer licht donker, licht donker. En ik denk dat dat in het monteren er ook wel uitkomt. Mijn excuses. Maar ik kan het licht op dit moment gewoon echt niet beter houden. Dus ja, of krijgen, zo moet ik het zeggen. Nogmaals, sorry. Bakpapier. Oh, vellen. Hey. Oh, heb ik weer niet. Kijk, dat is ook zoiets. Zie ik bakpapier staan. Denk ik, oh ja, dat is zo'n rol. Oh, maar dit is ook wel makkelijk. 20 vellen van 38 bij 42 centimeter. Oh, dat vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Ja, bakpapier was ook op. Deze is bakpapier vellen, 20 stuks, 38 bij 42, 67 cent. Dan deze camera, wifi camera, indoor, heb ik al in het slaapkamertje van de gastkindjes hangen. Ik vind dat super makkelijk. Het is echt een beveiligde verbinding. Dus mensen kunnen sowieso niet op ons wifi netwerk. Want dat is heel goed beveiligd. Dus ja, hartstikke veilig zoals ik al zei. En ik ben gastouder. Wat je moet doen als een kindje slaapt. Moet je officieel elke 15 minuten even gaan kijken. Maar ik heb lichte slapers. Onze trap kraakt. We hebben een oud huis. Onze vloer kraakt, onze deur kraakt,
Alles kraakt, kinderen wakker. Heb ik geen zin in. Dus ik heb ervoor gekozen om een cameraatje op te hangen. Het slaapkamertje zit hier achter, dus de camera die hangt dan daar in het slaapkamertje. Aan de andere kant van de muur. En die staat dan gericht op alle vier de bedjes, dat ik de kindjes in de gaten kan houden. Ik zit beneden op mijn tablet en op mijn telefoon kan ik dus alle vier de bedjes zien. En kan ik dus gewoon om de zoveel minuten even een keer kijken. Heb ik het gecheckt. Er zit geluid op. Er zit terugspreekfunctie op. Dus wat dat betreft echt een super fijne camera. Nou ja, je ziet hier ook al een babytje op staan. Je kunt hem ook als inbraakbeveiliging gebruiken. Je kunt hem gebruiken om je huisdier in de gaten te houden. Het heeft zoveel handige functies. Wat zeggen ze nog meer? High definition, wifi, motion detection. Ja, dat is ook inderdaad een hele fijne. Als ik even niet op zit te letten en er beweegt een kindje of het gaat huilen, dan krijg ik een pop-up op mijn tablet en mijn telefoon. Dat ik dus weet van, hey, er gebeurt iets. Er kan een micro SD in. Dan kun je tot 128 gig de data opnemen. Dus we gebruiken hem nu dat hij gewoon uitzendt wat hij ziet, om het zo te zeggen. Maar hij neemt het verder niet op. Maar mocht je dat willen, kan dat dus ook. Er zit night vision. Oh, dat is zo fijn. Dus ook al is het donker op het kamertje, nou, je ziet echt gewoon haarscherp wat er gebeurt. Je ziet de kindjes gewoon ademen. En dat vind ik gewoon heel erg geruststellend. En wat ik al zei, two-way communication. Dus ik hoor wat op het kamertje gebeurt en ik kan praten naar de kindjes, mocht het nodig zijn. Voor de geeks onder ons, de camerasensor is 1/4 iets CMOS. pixels is 1280 bij 720. De viewing angle is 90 graden horizontaal. Microfoon, speaker. Night vision is tot 10 meter. Compression, dat zegt me niks. H.264. Hij kan opnemen op een micro SD kaart tot maximaal 128 gig. Kaartje zit niet in de verpakkingen bij. Hij gaat op stroom. Vind ik ook heel fijn. Er zit, ja, zoals je ziet, zit een kabel erbij. Oh, die ben ik vergeten te bestellen. Moet ik nog even doen. Het kabeltje wat erbij zit is denk ik een meter lang volgens mij. Maar wat ik nou heb gedaan bij de Action, hebben ze ook van die hele lange USB kabels. Die heb ik een bijbesteld. Dus dan kunnen we toch van de camera naar het stopcontact makkelijk halen. Dus die moet ik misschien nog even bijhalen. Oh, staat erbij. USB power cable die erbij zit, 150 centimeter. Wat zit er in de doos? De camera, logisch. USB power cable. Quick Start Guide en een Windows sticker. Ja, en dat was dan waar dan op stond het merk van de camera. En dat de camera beveiliging was. Dus ja, deze is echt super fijn. En dan valt mijn oog op iets. Dat vind ik dan weer super grappig. Deze camera is van Smartwares. En die zitten hier gewoon in Tilburg. Ja, vind ik leuk. Vind ik weer grappig. Nou ja, de app die kun je downloaden voor. Staat er daar ook bij? Daar stond volgens mij op die vorige verpakking wel. In ieder geval op Android werkt die. Ik neem aan op Apple telefoons ook. Maar dat is dus die camera. Ik weet even niet meer of ik de prijs genoemd heb. Maar die is €19,95. Echt geen geld. En een super goede camera voor dat geld. Maar deze komt dus in de kamer van ons dochtertje, omdat hier af en toe ook een babytje slaapt. Die wil ik niet bij de grotere kindjes leggen, want die helpt nogal veel. Dus die wil ik even apart houden, maar toch goed in de gaten kunnen houden. Dan, wij hebben een heel leuke garage van de Action. Twee, een grote en een kleine. En daar had ik wat metalen autootjes bij gekocht, want ik kon niet aan de houten autootjes komen die bij die garage erbij zaten. Nou heb ik daar ook een vrachtwagen met oplegger, waar die autootjes dan op konden. Maar ik merkte al wel met de kleinere kindjes die nou komen, dat ding, nee. Dus die gaat weg. Dus wat ik zag, volgens mij ook met de knutselspullen zoeken. Ze hebben nu dus, waar ook de garages van zijn, van Minimatters, een kartransporter, dus een vrachtwagen, waar dan ook
tenminste, ik hoop dat ze inclusief zijn. Niet nagekeken. Even kijken. Ik ga er wel van uit hoor, dat het gewoon dat er 4 oudertjes bij zitten. Even kijken. Het is in ieder geval voor 10 plus maanden. Dus dat vind ik al heel fijn. Moving trailer with 4 cars. Dus 4 autootjes zitten erbij. Een groene, een blauwe, gewone autootjes en een rode en een gele raceauto. Dus dan kunnen ze daar... Oh, ik zie dat ik weer heel erg donker ben. Misschien zo beter. Ja. Dus een stuk veiliger dan dat andere dingetje. Deze zijn... Mini Matters Autotransporter 795. Ja, en ik vind hem echt super leuk. Dus dan kunnen ze weer lekker mee gaan spelen. En dan pak ik ook gelijk even andere. Dus die had ik gevonden. En toen zag ik ook deze super leuke hijskraan. Ik heb altijd meer meisjes in de opvang gehad dan jongens. Maar nu gaat het in één keer heel hard met de jongetjes die erbij komen. En ik heb van allerhande speelgoed staan. Wat zowel voor meisjes als voor jongens. En omgedraaid en genderneutraal en noem het maar op. Maar ja, ik vond het toch wel heel leuk om, om toch nog eens even echt iets jongens erbij te halen. Niet dat meisjes hier niet mee kunnen spelen. Want ik speelde vroeger ook altijd meer met de Matchbox dan met de Barbies. Maar ik vond hem echt heel leuk. En dan ben ik dus benieuwd of dat poppetje erbij zit. Ja, ik zie het al. Deze is dan wel weer 3+. Ik denk vanwege de kleine onderdelen. Maar vind ik wel leuk om dat ook op de vensterbank te hebben staan. Ik vind het wel gezellig dat er dan wat speelgoed voor het raam ook staat. Dus ik denk dat deze er ook bij komt. With moving parts en 1 poppetje. En hij is 40 centimeter is de lengte van de arm. Hij is 33 diep en... 47 hoog. Dat is toch echt nog een groot ding. Ook nog. Die vond ik ook heel erg leuk. Ik ga toch eens kijken wat ze nog meer van die Mini Matters hebben. Ik vind dat echt heel mooi. Heel leuk speelgoed van de Action. Houten speelgoed. De Mini Matters houten hijskraan was €12,95. Vind ik voor houten speelgoed echt geen geld. De allergrootste reden... Waarom dat ik naar de Action moest, ik zei het al, de hoeslakens. Die waren nou echt in één keer aan vervanging toe. Ik heb nu gekozen voor de Jersey Fitted Sheet. 90x220. En dat is dan voor een matrasdikte van 25 centimeter. Nou hebben wij een matras. En daarbovenop nog een topper liggen. Dus ik denk, ja, ik bestel gewoon een iets grotere. Even kijken, 50% katoen, 50% polyester. En dus ook bij deze kon ik dan aangeven welke kleur dat je wilde. Dus ik heb aangegeven 4 witte. Nou, die heb ik ook gekregen. Dus dat is ook goed gegaan. 4. Die waren hoeslaken jersey katoen polyester 90x220 wit. €3,29 per stuk. €13,15 voor die 4. Dan haarproducten. We dachten dat William zijn gel op was. Uiteindelijk hadden we nog 4 tubes liggen. Dus niet goed gekeken. Shampoo was wel bijna op. En ik denk, ja, als ik dat toch bij de Action moet bestellen, doen we die in één keer mee. Die Elvive heb ik nog nooit geprobeerd. Dus ik ben benieuwd. Elvive shampoo, 250 ml citrus energie, €1,95. En deze heeft William wel vaker geprobeerd. Is echt gewoon een hele fijne gel. Van Fix Ease Styling Gel Iron Man sterkte 10. En die is €1,89. Hoppatee. Even kijken, dan nog iets van de kantoorartikelen. Deze dingen die verslijt ik echt als ik weet niet wat. Ik heb een aantal educatieve programma's. En ik vind het heel fijn om dan per velletje hierin te stoppen. Dat ik het makkelijk over kan kopiëren. Zodat ik het niet elke keer opnieuw uit hoef te printen. Mijn contracten doe ik hierin. Mijn risico-inventarisaties. Dus ja, deze gaan gewoon echt heel hard.
Ze hebben twee soorten bij de Action. Een wat dunnere variant. En die is een beetje bobbelig. En een dikkere variant. En die is glashelder. Die vind ik het fijnste. En die heb ik gelukkig ook gekregen. Ik heb 4 verpakkingen besteld. Er zitten er 20 in. Het is 23 rings A4. 70 micrometer glas clear. En geschikt voor 2, 4 of 23 rings mappen. En deze zijn Office Essentials showtassen A4 glashelder 20 stuks. 89 cent voor 1 zo'n verpakking. Dus 3,56 voor alle 4. Er waren ook wat schoonmaakmiddelen op. Ik vind deze super fijn van de Action. Van Washcat, schimmel en aanslagreiniger. Dit is volgens mij echt bijna pure chloor, heb ik het idee. Even kijken. Natrium hypochloriet oplossing 53,7 gram de liter. Als je deze spuit, dan ruikt het echt binnen 0,1 seconde naar zwembad. Ik vind dat echt heel lekker ruiken. Maar dit gebruik je dus voor schimmel- en aanslagreiniging. Onze badkamer, nou ja, ik noem het meer een badgang, want het is 1 bij 2,5, 3 zal hij zijn. Hij is echt niet veel groter. Maar daar blijft heel veel vochtige lucht in hangen. Dus we hebben af en toe schimmelplekjes. Nou, je spritst dit er 1 keer op en binnen 5 seconden weg. En het ruikt ook gewoon lekker schoon. Die gloorlucht, dat associeer ik met schoon. Dus ja, ik vind deze echt super fijn. Pas op, want het bleekt je kleren uit van hier tot Tokio. Maar ja, ik zweer bij deze. Ik vind deze echt heel erg fijn. Ik ben hem gelijk al aan het zoeken. Washcat spray 500 ml schimmel plus aanslagreiniger. €2,82. En dan nog een heel fijn schoonmaakproduct van de Action voor de ramen. Dit is de... Ik dacht dat het merk Eco heette. Ja, window cleaner, clean greener staat erop. 99% derived natural ingredients, parabeen en allergenen vrij. En de fles is gemaakt van 100% gerecycled plastic. Nou, dat vind ik allemaal leuk. Maar wat ik het allerleukste vind, is dat deze echt streeploos schoonmaakt. Mijn ramen hebben er nog nooit zo goed uitgezien. En mijn spiegels en noem het maar op. Ik heb ook gelijk 2 flessen meegenomen. Want ik ben zo bang dat deze uit het assortiment gaat. Met zo'n fles doe ik echt... Nou, ik wil zeggen jaren is overdreven. Maar ja, hij gaat ook lang mee. Dus ik had echt zoiets, ja, ik sla hem nou gewoon in. Want ik ben gewoon echt bang dat deze uit het assortiment gaat. Ik vind deze super fijn. Echt een aanrader. Deze... En die is, waar ben je? Eco glasreiniger, 750 ml, €1,19 voor een fles, €2,38 voor 2. Echt, ik zal hem nog een keer goed aan je laten zien. Oh ja, hier staat het ook heel groot, Eco. Echt, ga hem halen. Zo fijn. Echt heel fijn. Je hebt van die ramenreinigers. Als je die te veel doseert, dat je echt van die vette strepen en net als zo'n waxlaagje op je raam en op je spiegels en zo komt. En op je glas. Deze heeft dat niet. Echt. Ik zeg al, oh, ik ben hier echt lyrisch over. Nou, een gratis tas heb ik gehad. En dan als laatste, waar eigenlijk alles mee is begonnen. Ik heb van de Action, een tijdje geleden, zo'n dweil is het niet. Ik weet even het woord niet. Maar daar zit zo'n, ja, ik noem dat spritsflacon in, een sprayflacon. En daar zit dan wel, net zoals deze, ongeveer zo'n, weet je zo'n ding nou. Kan ik niet op het woord komen. Dat is altijd met mij, hè, dat ik dan in één keer mijn woorden kwijt ben. Nou ja. Zo'n los dingetje in ieder geval. Dus dan vul je het reservoir met water. Je kunt sprayen op de grond. En dan dwel je alles netjes op. Super fijn ding. Ik weet zelfs de prijs nog. €8,95. Echt een heel fijn ding. Totdat ik 1 keer iets te hard heb gedweld. En toen viel hij ook bijna met... Elke keer ging er wel iets anders stuks. Eerst was dat spray.
ding deed het niet meer. Dus dan stond ik met een plantenspuit met schoonmaakmiddel, stond ik de vloer voor te sprayen. En dan deed ik met die dwel gewoon alles af. Toen viel de voet eraf, toen viel dit eraf, toen viel dat. Dus dat ding was gewoon echt op. Ik vond hem wel heel fijn, dus ik heb gekeken of ik hem kon bestellen. Hij staat wel op de site, niet voor click and collect. Maar dus wel deze van Vileda. Deze heeft dus niet zo'n spray systeem. Maar zoals ik al zei, ik doe het nou gewoon met de plantenspuit. En dat werkt eigenlijk net zo goed. Dan doe ik dan mijn vloerreiniger in. Spray ik op de vloer en dan maak ik hem dus schoon met deze mop. Er zit een hele lange stok aan. Die is zeker 1,60 lang. Die is zo lang als ik ben. Nee, dat klopt niet. Wacht even, dan moet je twee armen. Au, nou. 1,40 haalt hij toch wel. Eens even kijken wat daarop staat. Picks up dust and particles, dat moet ik zien. 100% microfiber. Multi-surface dry usage. Oh, oké. En machine washable op 60 graden. Houdt stof en vuildeeltjes vast. Was de hoes zonder wasverzachter en niet in de droogkast drogen. Oké. Nou dacht ik toch dat die voor nat gebruik zou zijn. Oh, zie je, daar ben ik dan weer, hè. 100% polyester. Nou, nat moet ook wel kunnen, want het is microvezel. Dat weet ik zeker. Dus ik heb, zoals je al zag, de dwel met... boom. Hoe heet zo'n ding nou? Ik kan toch gewoon niet even kijken of ik hier het woord kan vinden. Of dat het woord is wat ik zoek. Vileda dwelvervanging. Ja, dwel. Ja, doek. Ding. Maar, die stok met die dweller dus aan is €8,99. En deze vervanger is €3,99. Particle pickup, super absorbent. Ja, oké. Okay. En wat hebben jullie nog voor leuks te vertellen? Even kijken. Waar is de nul? De ultra doeltreffende 3D microvezels verwijderen het hardnekkigste vuil. Vuil, sorry. Ideaal voor een grondige reiniging, nat of droog. Ja, dat dacht ik ook. Elektrostatische franjes om vuil en fijnstof op te nemen. Nou, ik hoop het. Ja, zoals ik al zei, ik vond die andere ook heel fijn. Maar dat was meer een platte dweil. Deze heeft echt van die vroezels eraan. En ik hoop dat ik mijn vloer nou eindelijk weer eens een keer goed schoon krijg. Want die andere, die haalde wel het vuil af, had ik het idee. En toch bleef er dan een beetje een waas op de vloer. Dus ik hoop dat het met deze beter gaat. Nou, we gaan het zien en we gaan het meemaken. Ik ga ons daar gelijk uitproberen. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Geef me dan een dikke duim omhoog. Heb je vragen of opmerkingen, die kun je zoals altijd hieronder kwijt. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, maar vind je het leuk om een berichtje te krijgen als er een nieuwe video van mij opstaat? Druk op het belletje en dan krijg je dus een berichtje. Ja, dus dat. Nogmaals bedankt voor het kijken naar deze video. En misschien tot een van mijn volgende video's. Doei!